De temperaturen van dit moment nodigen er misschien toe uit, maar de reddingsbrigade roept op om niet in natuurwater te zwemmen. Ga je iets dieper, dus heupdiep het water in, dan zul je merken dat het 14, 15 graden is. En dat is toch wel levensgevaarlijk. En verder in het nieuws vandaag, een aantal bomen in Beneden Leeuwen heeft een bijzonder jasje gekregen. En NEC druk bezig met verbouwplannen Goffertstadion. Met de zomerse temperaturen van dit moment zoeken veel inwoners van Nijmegen verkoeling in de verleidelijke wateren van de Waal. Lokale reddingsbrigades waarschuwen zwemmers voor de gevaren die schuilen in de rivier. Een duik in het diepe wordt dan ook sterk afgeraden. Met een graad of 30 gaan mensen massaal naar het water om af te koelen. Populaire bestemmingen voor een middagje zwemmen zijn de Waal en de Spiegelwaal. En dit jaar waarschuwt de Nijmeegse reddingsbrigade extra vanwege een koud voorjaar dat invloed heeft gehad op de watertemperatuur. De watertemperatuur op dit ogenblik is 19,3 graden. Dat is eigenlijk een beetje aan de grens, want het is oppervlaktetemperatuur. Ga je iets dieper, dus heupdiep het water in, dan zul je merken dat het 14, 15 graden is. En dat is toch wel levensgevaarlijk. Naast het gevaar op kramp of onderkoelingsverschijnselen zijn er ook andere risico's. Ja, het gebeurt natuurlijk langs alle rivieren gebeuren natuurlijk ongelukken. Zeker in de buurt van Kribbe, want je hebt daar een keer- en een neerstroom. Dus dat zijn stromingen in de buurt van Kribbe die juist draaikolken veroorzaken en levensgevaarlijk zijn. Je hebt de scheepvaart. De scheepvaart veroorzaakt stromingen, golfslag, waardoor je dus onderuit gehaald kunt worden, verder het water in de Waal ingesleurd kunt, getrokken kunt worden. Waarom staan hier dan niet van die vaste posten waar de reddingsbrigade aanwezig is op de zonnige dagen? Ja. Nou, bij de Waal gaat het sowieso niet, omdat dat niet wordt toegestaan. Maar Lentse Plas zou bijvoorbeeld een mooie locatie zijn om een reddingspost in te richten. Alleen ja, het wordt niet gedaan. Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld wel de ISCO-mensen die daar stonden geholpen aan een AED. Zodat ze dus toch eerst de hulp kunnen verlenen. Maar bij dit warm weer zou het wel wenselijk zijn. Elke dag maak je wel wat mee, maar elk ongeval is er één te veel. Zelf goed opletten is dus het advies. Er zijn gelukkig veilige manieren om van het water te genieten. Een hele goede tip is, ga niet verder als heupdiep het water in, als je dan toch per se de Waal in wil. Dus echt heupdiep en niet verder. Ja, en of zoek leuke recreatieplassen op waar je wel veilig kunt zwemmen. In de buurt van de Waal bij Nijmegen is ook de Lentse Plas. Je hebt de Werendonk, daar kun je goed vertoeven, goed en veilig zwemmen. Voor meer zwemplekken met veilig en schoon natuurwater kun je de website zwemwater.nl raadplegen. Een aantal bomen in Beneden Leeuwen heeft een bijzonder jasje gekregen. De rupsen van de spinselmot hebben de bomen compleet overgenomen en het resultaat van hun werk dat zie je bepaald niet iedere dag. Het lijkt of de boom een bruidsjurk draagt, maar dan wel een uit een soort horrorfilm. Een aantal bomen in Beneden Leeuwen is ingepakt met zijdeachtig wit spinsel. Als je wat beter kijkt, zit het vol met krioelende rupsen. Tot boven in de top zit die vol. En dit is een boom, een willige boom, van ongeveer 40 jaar oud en een 25 meter hoog. En hoeveel van die rupsen schat u dan dat erin zitten? Nou, in één zo'n boom miljoenen. Dit zijn de rupsen van de spinselmot, een nachtvlinder die eitjes legt in wilgenbomen. De rupsen maken het rag voor extra bescherming tegen vogels. Zo extreem als het dit jaar is, is het eigenlijk nog nooit geweest. En ik denk dat dat komt door de gewoon uitermate gunstige weersomstandigheden. Het spinsel is wel kwetsbaar, dus wie zelf nog even wil kijken moet opschieten. De rupsen vallen dan als regen over de toeschouwer heen, maar zijn volgens Rob niet gevaarlijk. En je kan de rupsen gewoon over je hand, over je benen, over je kleren laten lopen. Je krijgt nergens problemen mee. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Het lijkt al een tijdje stil te zijn rondom de verbouwingsplannen van NEC, maar stiekem is er toch veel gaande achter de schermen. Zometeen meer. Na ruim 6 jaar komt er eindelijk een einde aan de troosteloze aanblik van het Nijmeegse winkelcentrum Wezelhof. Woensdagavond heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de herbouwplannen van een winkelcentrum en 119 appartementen.
ondanks veel bezwaren van omwonenden die de nieuwbouw te hoog en te massaal vinden. Winkelcentrum Wezenhof werd in april 2017 grotendeels verwoest door een brand. Sindsdien verkeert de nieuwbouw in een impasse. Een gevarieerde stadswijk moet zorgen voor een betere verbinding van de stadswijken Dukenburg en Lindholt met de rest van Nijmegen. De ambities in Nijmegen zijn groot. De komende 20 jaar moeten er 10.000 banen en even zoveel woningen bij. Dit binnen de bestaande stadsgrenzen. Het ontwikkelgebied Winkelsteeg bij het Maas- en Waalkanaal speelt daarbij een belangrijke rol. Voor een van de eerste woon-werkgebieden daar, Kanaalknoop, heeft het stadsbestuur deze week de knoop doorgehakt. Het bestemmingsplan is klaar. Misschien was het je al opgevallen, maar vandaag ging op alle politiebureaus in het land de vlag half stok. Dit wordt ieder jaar gedaan op de tweede donderdag van juni. Dat meldt de politie Gelderland en Overijssel op Facebook. Dit wordt gedaan om politiemedewerkers te herdenken die als direct gevolg van hun uitvoering van hun politietaak zijn overleden. In Warmsveld vindt er ook een officiële herdenking plaats. De Vierdaagse Feesten laat op Instagram weten dat ze nog op zoek zijn naar medewerkers. Dit geldt vooral voor de merchandise- en informatiestand en voor de horeca bij Stadseiland Stek. Via de website vierdaagsefeesten.nl kun je je aanmelden voor deze functies. En op Facebook meldt de Vierdaagse, dus de wandelmars, dat je vanaf nu kaarten kunt kopen voor de tribune op het Keizer Karelplein voor tijdens de intocht op de vrijdag van de mars. Ook zijn er mogelijkheden om te zitten langs de Oranje Singel en de Prins Bernhardstraat, oftewel het laatste stukje vanaf de Via Gladiola naar de wedren. De ticketprijzen variëren van 17 tot 20 euro. Naast de sportieve ambities heeft NEC al een tijdje de ambitie om het stadion te verbouwen en uit te breiden. Er liggen drie plannen waarvan NEC er twee zou doorrekenen en concreet zou maken. Die plannen zouden in mei al met de gemeente besproken worden, maar het blijft stil. Althans, dat lijkt zo voor ons. In een gesprek met algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, blijkt dat er achter de schermen wel nog hard gewerkt wordt aan die plannen. Ja, maar je hoeft niet alles wat je aan het doen bent naar buiten toe te brengen. Wij gaan voor de zomer, hebben we gezegd, en dat komt dus nabij, gaan wij de gemeente informeren over wat wij precies willen, hoe wij er tegenaan kijken. En dan zullen wij na de zomer van de gemeente antwoorden krijgen op een aantal vragen die we stellen, een aantal voorstellen die we doen. En natuurlijk heeft dat te maken met wonen in het Goffertpark, het heeft te maken met de ontwikkeling van business, de groei van het stadion. Nou ja, we hopen na de zomer dan daar de antwoorden op te krijgen, zodat er in, ik denk, september, oktober voor iedereen ook in Nijmegen heel veel duidelijk wordt. Loopt het niet een beetje stuk? Nee, jij zegt dat het rustig is naar buiten toe. En ik vind het wel mooi dat we gewoon dit soort zaken kunnen bespreken. Wij hebben bijna twee wekelijks contact met de gemeente. We zitten met de klokgroep als onze adviseur. En we zijn de laatste maanden heel druk geweest om, zeg maar, ons voorstel, zoals wij het zien, in kaart te brengen, uit te rekenen. Zodat we dat voor de zomer, en als je kijkt naar de zomer, je hebt straks de Vierdaagse. Zeg maar even voor die Vierdaagse periode willen we dat daar hebben liggen. Maar ik heb jou vorig jaar en het jaar daarvoor ook al horen zeggen. We hebben gewoon, dan moeten we beginnen met die bouw. En dat was 2025, volgens mij. Is dat nog wel haalbaar? 2025 zou haalbaar zijn. Dat ligt er alleen maar aan waar we gaan beginnen. He, ga je in één keer alles doen? Of ga je gefaseerd? Dat hangt ook af van wat er wel kan en wat er niet kan. Kijk, het is heel anders als je twee torentjes moet bouwen buiten het stadion, of je moet het vogelnestje bouwen in het stadion. Dat heeft nogal wat consequenties. Nou, die consequenties en die gevolgen hebben we allemaal uitgerekend en hebben ook in kaart gebracht. We hebben met de KNVB gesproken, met de UEFA, van oké, als je stadion A doet, wat heeft dat voor gevolgen met torentjes? Wat doe je als stadion C het wordt? Wat heeft dat voor gevolgen? Nou, die zijn allemaal in kaart gebracht en dat kunnen we nu ook echt overleggen aan de gemeente, zodat we ook een hele goede, weloverwogen keuze kunnen vragen aan de gemeente om ons wel of niet te steunen. Nou ja, en als dat duidelijk is, dan weten we ook waar we staan. En kan ik ook zeggen of nog steeds die doelstelling van medio 2025 de eerste paal de grond in, of we die kunnen halen. En tot slot nog het weer. Daar valt eigenlijk maar weinig over te zeggen. Het is warm en dat blijft voorlopig ook. Vandaag hadden we een mooie 25 graden, maar morgen loopt dat al op naar 29 graden. En het blijft s'avonds ook nog lang warm. Pas rond middernacht komt het kwik onder de 20 graden, een echte plaknacht dus. En dat zal ook zeker niet de enige zijn, want in het weekend wordt het nog iets warmer. Zowel op zaterdag als op zondag wordt het 31 graden. Maar mocht je verkoeling zoeken, denk dan even terug aan de eerste reportage in deze uitzending en ga niet zomaar in open water zwemmen. Tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en al onze uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online.
Nu op RN7 kun je nog eens kijken naar de streek in waarin we op Festival Emporium zijn. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.